gaan meteen naar de kettingvraag toe. Gisteren was mijn gast Jonas Kooijman. Hij is oprichter van het platform Havermelkelite, waarin hij de opkomst van een soort jongerencultuur de afgelopen jaren in de steden, met name de Randstad, probeert te beschrijven. Die jongeren die allemaal op e-bikes de stad scheuren op zoek naar een bar waar ze natuurwijn kunnen drinken. Hij had een kettingvraag voor jou, dat was deze. Het onderdeel van de Havermelkelite levensstijl, het is ook een vrij hedonistische levensstijl. Dus in het weekend wordt er heel veel gefeest op raves of festivals, noem maar op. Lowlands is het een van de Havermelkelite festivals. Je kunt natuurlijk zeggen van feest, vrijheid, blijheid. Maar je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid als festivaloprichter. Ik ben benieuwd hoe hij omgaat met het nieuwe politieke klimaat van Nederland. Gaat hij nog actief iets doen met de kloof die nu heel duidelijk zichtbaar is geworden in de laatste verkiezingsuitslag? En zo ja, wat dan? Nou, kijk, ik maak me enorm zorgen over wat dit allemaal gaat betekenen voor de rechtsstaat. En we hebben natuurlijk maatschappelijk debat altijd op Lowlands. Dus dat zal ongetwijfeld ergens aan de orde komen. En ik zie ook dat in de hele cultuurwereld behoorlijk angstig gereageerd is op deze verkiezingen. Publieke omroep, alle partijen die afhankelijk zijn van subsidie. Want je krijgt gewoon toch weer die sfeer van dat we de linkse hobby en zelfs ook een VVD die gewoon echt in hun cijfers, ik geloof 800 miljoen wil bezuinigen, waarvan de helft op de publieke omroep. Mm-hmm. Ja, iedereen maakt zich enorm zorgen. En ik denk dat iedereen enorm scherp moet zijn op de rechtsstaat. Hè, dat betekent de journalistiek, dat betekent de rechtspraak. Maar ook de cultuursector. Hè, we moeten gewoon heel scherp zijn op wat hier gebeurt. En ik wil niet zeggen dat we nu dadelijk de Culture Defense Force moeten oprichten. Met al onze vrachtwagens naar de A12 moeten gaan rijden. Je zit er wel bij te glimlachen. Maar het is wel. Ja, we moeten wel erg oppassen. Ja. En Jonas zegt dus, dat vond ik eigenlijk wel mooi geformuleerd. Je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid inmiddels, misschien als festivalorganisator of oprichter. Zie je dat ook zo? Maar ik begrijp niet precies wat hij bedoelt met de verantwoordelijkheid. Kijk, ik vind dat Lowlands sowieso heel erg zijn verantwoordelijkheid neemt op een heleboel vlakken. We doen een wetenschapsprogramma, we doen politiek debat, we doen maatschappelijk debat. We doen dans, theater, film, literatuur, naast al die popmuziek die er ook is. Dus ik denk dat we daar wel heel erg mee bezig zijn. En we zoeken ook steeds wel de onderwerpen die op dat moment relevant zijn. Ja. Nee, volgens mij bedoelt hij de verantwoordelijkheid als het gaat over de kloof die nu zichtbaar is geworden. Hij beschreef het zelf in, je hebt zeg maar een kaart waarop heel duidelijk het land is verdeeld in een grote rechtsstemmend deel en dan een paar blauwe Havermelkelite dorpjes, steden die dan nog dapper stand houden ongeveer. Dat was het beeld dat hij schetste. Ja, wat zou mijn verantwoordelijkheid dan zijn? Dat je misschien die kloof op zo'n festival waar iedereen naartoe komt, en ik zei het vanochtend hier in de uitzending, het lijkt wel op Lowlands alsof iedereen een beetje extra zijn best doet. Iedereen zich van zijn leukste kant wil laten zien. Dat je daar misschien wel die kloof kan overbruggen. Mensen met elkaar een gesprek kan laten gaan. Nou ja, ik denk wel dat op Lowlands we proberen begrip te kweken voor ieder standpunt. Mm-hmm. Hè, in die debatten. Maar goed, het lijkt me ook duidelijk dat er een bepaald publiek op afkomt. Dus we moeten daar ook niet, denk ik, het mooie maken dan het is. Nee. Wij zijn gewoon een havermelkelite festival. Dat ga ik gewoon niet ontkennen. En een beetje moeite met de term. En ook met de analyse die hij er soms op loslaat. Yeah. Maar het is wat het is. We vertegenwoordigen. Kijk, een festival richt zich sowieso op een bepaalde groep mensen. Mm-hmm. En door het soort muziek en door het soort programma wat je hebt, stoot je mensen af en trek je mensen aan. Ja.
En ik denk ook dat een goed festival gewoon een duidelijke doelgroep heeft. Die elkaar ook kan vinden daar. Ik kwam ter voorbereiding op het interview van vandaag kwam ik een oud artikel van je tegen, jo.nl 2011. Okay. En daarin werd geschreven, nu citeer ik, Lowlands-directeur Erik van Eerdenburg maakt zich grote zorgen over het politieke klimaat in Nederland. De manier waarop de PVV tekeer gaat tegen minderheden en cultuur doet hem denken aan de jaren 30. Dat was toen natuurlijk vanwege de constellatie die toen was met de gedoogpartner PVV. Inmiddels... En het gezeur over de linkse hobby en de VVD die toen halve Zijlstra naar voren schoof. Exact, als niet-cultuurliefhebber om even de boel te saneren. Ja, dus toen maakte ik me daar erg zorgen over. Nu is de PVV aan het formeren als grootste partij. Vandaag gaan ze weer in gesprek, de vier partijen. Zijn we nu in de jaren 30 beland dan? Nou, ik zie wel en hoor wel om me heen. Ik woon in Amsterdam-Noord. Dat mensen die vroeger wat rustiger waren in hun xenofobie en racisme, dat gewoon nu wel mag. Hè? Want we hebben gewonnen. Dus je hoort wel verhalen waarvan ik denk van ik hou me een beetje vast aan het feit dat zo'n 70-75% van de mensen niet op de PVV gestemd heeft. En dat ik nog maar moet zien of er iets geformeerd kan worden. Mm-hmm. Want het is natuurlijk, het is wel heel ernstig. Als ik luister laatst een podcastje van NRC, wat helemaal specifiek over de rechtsstaat ging. En er zat iemand, een jurist met politieke kennis ook, die zegt van standpunt van de PVV is in strijd met artikel 1, 3, 26 en 28. En zo had hij een hele lijst van dingen. Dus het is gewoon behoorlijk schandalig wat er aan de hand is. Ja. Ja. Maakt het voor Lowlands iets uit? Want Lowlands zelf maakt geen gebruik van subsidies. Je zei al, de culturele sector zet zich schrap. Je bent ook betrokken bij andere culturele instellingen. Daar gaat het dan over subsidieaanvragen. Dus daar speelt het wel. Maar bij jullie maakt het misschien niet eens zo heel veel uit, toch? Of wel? Nou ja, kijk, het hele klimaat maak ik natuurlijk wel gebruik van. Want we doen dans en theater en we doen klassieke muziek en we doen literatuur en we doen al die beeldende kunst. En die mensen die zijn wel voor een groot deel afhankelijk van subsidie. En als ik daar de marktprijs voor moet betalen, dan is dat ook niet mogelijk. Nee. Dus ik voel me wel heel erg verbonden met die sector. Ja. En ondanks dat wij zelf geen subsidie krijgen, krijg ik toch wel regelmatig het verzoek van, zullen we dit gaan doen? En dan moet de private bijdrage, en die garandeer ik dan soms, in een subsidieaanvraag voor een partij. Dus we werken wel heel erg samen met die culturele sector. Misschien kent u mij, ik doe wel wat op tv, maar ook op de radio al heel lang. De Friday Move bij BNR, maar dat doe ik niet alleen. Kijk, dit is Paul. Paul regelt alles. Paul kan alles regelen. Paul ritselt alles. En dit is Mireille, mijn steun en toeverlaat. De belangrijkste dame van heel Nederland, naar mijn vrouw, dat ze redt van alles van me. Ook is een Vincent van de techniek. Er staat Thomas Robson, daar staat hij, onze eigen DJ. Daar staat zelfs de hoofdredacteur. Het zou natuurlijk zo leuk zijn, we doen het al 15 jaar, als we prijzen zouden winnen. Doe het niet voor mij. Doe vooral deze mensen, hè? De radioring, de gouden radioring. Gewoon doen, stemmen, leuk man!